maar weet dat er nog steeds mensen zijn die dromen van die tijd. Ja, dat kan goed. Ja, kom maar zeggen. Ja, dat doe ik zelf ook nog. Dan denk ik nog wel eens, weet wel, van de afgelopen dan had ik sowieso moeten doen. Maar ja, dat is allemaal achteraf. Maar ja, zo ben ik niet alleen. Zo zijn er veel natuurlijk. Hè. Zo zijn er vele. En dan word je kampioen van Nederland. En dan zit je s'avonds, kom je thuis en dan lig je in je bedje. En wat denk je dan? Ik ben de beste van dit hele land. Nee, dat heb ik nooit gedacht. Je bent niet gauw de beste. Hè? Op die dag misschien wel, maar je moet je hele carrière pakken. Hè? We zijn opgegroeid met de fiets. Maar ook, en dat is wel mooi, met de motocross. De motocross der Azen in Sint-Antonis. Daar gingen we altijd destijds, toen we heel klein waren, met mijn vader naartoe. Fons en ik samen op de bagagedrager. En dan gingen we naar de motocross kijken in Sint-Antonis. En dan kwamen we thuis en dan gingen we op onze fiets. Gingen we ook motocross spelen. En dan gingen we springschans maken en noem maar op. En altijd wedstrijdjes wie het hardste kon en zo. En daar is eigenlijk de liefde ontstaan voor de tweewieler. Maar ja, motocross was erg duur. Dus toen is het toch maar de wielersport geworden. En ja, daar heb ik eigenlijk nooit spijt van gehad, want dat heeft heel veel gebracht. Wat was jij voor renner, Huub? Ja, ik was een bescheiden renner. Hè. Ik heb wel enkele goede uitslagen gereden, maar ik was geen Jan Janssen of een Charlie Goel of daar gaan. Maar dus, ja. En je hoort er ook te zijn, hè, in het peloton. Ik vind het heerlijk dat je zegt, we gingen motocross spelen, want dat deden wij vroeger ook. Ja, nee, dat klopt. En dan werd de zadel van de fiets gehaald. Dan werd er ergens in de schuur een oude jute zak gezocht. En die bonden we dan op de bagagedrager en dan had je de bodysit. En dan het stuur werd naar de buiten gebogen en een nummer erop natuurlijk. Van H12, broer Dirks of Jan Klink of noem maar op. En dan gingen we Fons en ik samen spelen en dan gingen we springschans en dan wie het verste kon springen en zo. Dus we leerden eigenlijk spelenderwijs heel veel stuurbehendigheid te krijgen. Wat later als wielrenner natuurlijk fantastisch is om dat te kunnen. Want ja, je ziet tegenwoordig toch heel veel valpartijen en twijfel ik soms wel eens aan de stuurvaardigheid van de huidige generatie profwielrenners. Ja, er wordt tegenwoordig meer gevallen. Er wordt harder gereden, ander materiaal. Die remschijven tegenwoordig. Vroeger hadden allemaal die remblokjes. Ik heb 10 jaar geleden de Mont Ventoux beklommen. Maar dan was je blij als je naar beneden reed. Naar boven, dat ging wel, maar naar beneden rijden. Want het verkeer ging gewoon door. En voor elke bocht had je te hopen dat er geen auto in de binnenbocht kwam. En dat is een heel ander verschil. Materiaal. 95% van de renners rijden met hun handen op de remgrepen. Ik kan me herinneren, mijn ploegleider. Ik ging naar beneden toe, handen op de remgrepen. En mijn ploegleider, die schot me uit. Wat ben je nou mee bezig? Je hebt handen onder in de beugel. Want als je moet remmen, dan kan je beter remmen als met je handen boven. Zulke dingen allemaal. Piet ging naar de koers om de koers te winnen. En ik ging naar de koers om de koers uit te rijden. Dus dat is een heel ander verschil, hè? Ja. En had je daar nog een bepaalde rol, dat je op een gegeven moment, zoals ze tegenwoordig heel duur noemen, de lead-out man? Nee. Piet is natuurlijk één generatie voor mij. Hè? Dus toen ik er kennis mee maakte, als jonge nieuweling of aspirant, dan ging Piet lakend met een handje op de stoer voorop rijden. En wij zaten als anderen die zaten in zijn wiel te sterven, zeg maar, hè? Om hem bij te blijven. Hè? Ik wil niet afgeven op de wielersport, maar het is zo veranderd allemaal. En Er zijn mooie momenten bij, maar er zijn een hoop dingen bij waar ik me afvraag. Dat mag niet. Dat moet niet. Waar ziet een ervaren renner nou aan, nu moeten we gaan? Ja, dat is gewoon intuïtie, hè. De beste renners hebben dat nou nog steeds. Die trekken dat oortje uit en die doen zijn eigen wedstrijd, hè. Want je kunt natuurlijk wel roepen, je moet zus en je moet zo. Maar als je dat op dat moment niet kunt, je voelt zelf precies wat je kunt en wat je niet kunt op dat moment. Dat kan niemand jou commanderen eigenlijk. Ik ben zondag, heb ik de gezegende leeftijd van 86 bereikt. En ik fiets nog 3
à 4 keer als het heel goed weer is per week om een race fietsen. En dan zit ik op Facebook te kijken. Vandaag weer mijn kilometertjes gedaan. Dat vind ik altijd. Ja, vind ik een leuk begin. Ik bedoel, ja, als je meer dan 45 jaar aan zo'n microfoon hebt gestaan, dan heb je bepaalde gezeten. Dus daar zijn die kilometertjes bij. En ja, dinsdag waren we dus nog in Bergijk, waar ik jullie dan ook zie. Het is altijd een feest om jullie te zien. En jullie weten wat ik altijd zei toen ik zelf nog bij de koers aan de micro stond. Geweldig wat jullie doen voor die mensen die er niet kunnen zijn. Het zij door ziekte of wat het ook mag zijn. En die dan toch kunnen genieten van het wielergebeuren. Als je nou zo meedoet hè, als geselecteerde in de nationale ploeg voor een wereldkampioenschap. Hoe beleef je dat? Hoe is dat? Nou, dat kan ik. Ja, dat gaat automatisch. Ik bedoel, je vindt het fijn dat je erbij hoort. Maar als je er eenmaal bij hoort, dan is het gewoon. Man, dan hoor je bij de beste van Nederland. Ja, dat klopt. En met de Tour heb ik 5 keer de Tour gereden met landenploegen. Dan hoor ik bij de beste 10. En dan werd jouw naam omgeroepen door Jan Cotard en die boys. Ja, dat klopt. Ik heb met Jan Cotard een interview gehad. Het eerste in een auto. Buiten voor het hotel. Met Jan Cotard was dat. En hoe ging dat? Daar stond jij voor het hotel en dan kwam die drama. In de auto zat hij naast me. Zo was dat. Hoe het kan, dat weet ik nog niet. En vond je dat niet knap? Hij zat daar verhalen te vertellen alsof hij erbij was, terwijl hij heel ver weg zat. En dan kwam er af en toe een motorrijder binnen en die zei, dat is de stand van zaken in de koers. Ja, maar dat is Theo Koeman ook. Hè. Die maakte een verslag, daar was je helemaal niet bij in de aankomst. Kan het toch mooi zijn? Hè? Wat kan het toch geweldig zijn? Hij heeft nog altijd de voorsprong, Peter Winnen. Maar niet alleen zomaar de voorsprong. De voorsprong is plotseling uitgebouwd tot 31 seconden. Walter Grootekoot gaat naast hem rijden, gaat de moed inspreken. En zojuist krijgt ik denk Robert Alpan een waarschuwing, omdat hij geduwd werd door het publiek en nog een keer geduwd werd en zich niet duwen. En dan, ja, en dan voor die kopman rijden, weet je wel, dat verlooien en zo. Maar ja, die waren er blij mee, dus... Ja, maar dan ben je toch hartstikke slim als er steeds gezegd wordt van Looy, Pietje Dame en Huub Silverberg altijd in één adem, hè? Ja. Ja, dat zit ook gezegd, maar ja, dat ga ik van mijn eigen niet zeggen, dus heb ik nooit gedaan. Dus ze zeggen wel eens, weet wel, dat je een andere instelling moeten hebben. De andere was misschien iets beter geworden. Dan zie ik de mensen met karakter, die Carapaz, dat is echt, dat is mijn renner. Dat is een vechter. En die Kampenaars, dat is toch geweldig? En die Kampenaars, nou ja. En wat natuurlijk mooi is, sport is ook emotie. Dat zag je gisteravond met Winnekart. Dat zag je voorgisteren met Kampenaars, die daar een huil uitbarsten. Ja, dat doet mij wat. Maar ik vind bijvoorbeeld een Cavendish die zich nog zo laat oplaaien, ja, om dan toch nog dat record te pakken. Dat is toch heerlijk? Ja, prachtig. Want die heb echt afgezien. Die kan nog geen spoorbrug omhoog. En die gaat over al die bergen heen. Ja. Af en toe dan hoor je wel eens een renner en die wint dan een etappe op een magistrale manier. En dan zegt hij, als jij weet dat toen ik vanmorgen op de fiets stapte, toen had ik looie benen. Ja, dat zou kunnen. Hoe kan dat dan tijdens zo'n rit veranderen? Nou, je kunt je natuurlijk, je voelt je niet zo goed, maar door, als je dan een half uurtje je fiets hebt, dan kom je een beetje op temperatuur, dan begin je eigenlijk een beetje beter te voelen. Hè? Of is het omdat jij ziet dat een ander zit te sterven en dat je er zelf ook beter wordt? Nee, zo werkt het niet. Je moet het eerst aan je... Volgens je eigen gevoelens fietsen. Hè? En niet kijken wat iemand anders... Dat is pas op het laatste. Maar als je gewoon onderweg bent, dan rij je gewoon zoals je jezelf voelt. Hè? Ga uit van je eigen krachten. Ja. Wat deed jij voor Piet in de koers? Nou, we reden altijd veel zo samen. Weet je, we zetten elkaar uit de wind en we hielpen elkaar. Als we drinken gingen, onderweg was dat vroeger, moest je nog afstappen. Hè? Dan bracht ik voor Pietje ook wel mee, maar andersom ook. En dan stapte hij een keer af, als het rustiger was. En dan kwam hij van mij drinken. Maar ging hij niet vanuit de rijdende auto? Nee, dat was niet. Je kreeg 2 bidons mee.
En als het, ja, vroeger was het meestal over de 200 kilometer. Hè. We hebben er gehad van 315 een keer. En dan had je twee keer verzorging en dan kreeg je twee keer een bidon. De rest moest je maar zien. Als je dan zo'n dorp bent, ik was op zo'n fonteintje, weet je wel. En dan pakken we het water daar vanaf en zo. Zo moesten we verzorgen. Of we gingen een cafeetje binnen. En dan, want als we vroeger een dorp binnenkwamen, dan vroeg iedereen de eerste café. Nou, ik denk, ik wacht maar even, dan komt er misschien toch nog eentje. Wat zeg je van het huidige wielrennen? Ja, dat er verschrikkelijk hard gereden wordt. Ik denk dat het zo door kan blijven gaan, dat is mijn mening. Want ik kan wel zeggen, het is wel goed, als ze nou 70 per uur rijden, zou ik wel zeggen. Dan moet toch ergens gettergroot een hart ook willen krijgen. Daar zal toch geen verandering in zitten. Jan, ik vind het wel even fijn om te zeggen, dat net hoorde ik jou wat dingen zeggen. Ik denk, god, die Jan Jansen, gaat hij nou versomberen? Maar jij ziet nog de mooie dingen. Ja, absoluut. Absoluut, want vanmiddag zit ik weer voor mijn schermpje. Maar tuurlijk, ik zie de dingen die een ander niet ziet. Ja, tuurlijk. En dat is het mooie van die wielersport. Maar er is veel veranderd. Ik hoorde daar tijdens de toespraak van Jan Peters, maar ook van Geert Oosterbos, namen vallen. Nancini, Charlie Gaul. Jij hebt het laatst ook een keer gehad over Bagamondes. Daar waren jongens met wie jij gefietst hebt, hè? Ja, die zijn allemaal van mijn leeftijd ongeveer. Alleen ze zijn er niet allemaal meer. Peloton is een klein beetje kleiner geworden, hè? Weet je wel dat ik vroeger plaatjes verzamelde met die namen, met die renners erop? Ja, dat weet ik nog. Die heb ik thuis ook nog van die plaatjes van de Kougum. Dus dat weet ik wel, ja. Jij hebt alle groten der aarde op wielengebied geïnterviewd. Waar haal je die taalkennis vandaan? Je was postbode. Ik was in de goede tijd bij PTT. En dat gaf mij de mogelijkheid om door de week in België ook wel eens wat koersen te doen. En ga zo maar door. En mijn talen, die laten nogal wat te wensen over. Maar ik heb bijna 20 jaar Olympia's Tour door Nederland gedaan. Dat is de grootste wedstrijd die er gereden wordt. Geweldig fijne koers met Russen, Polen, Tsjechen. Ja, noem allemaal maar op. Ik heb ze, de winnaars, allemaal aan de micro gehad. En ze knikten allemaal dat ze verstonden. Dus nou, geweldig. En een lekker band? Nou, dat moest je zelf wel eens herstellen. Ik heb eens een keer in een bergetappe gehad. En daar reed ik twee keer lek. Daar heb ik een mooie foto van thuis. Ja, ik denk, nu weet ik het ook. Nu moet ik maar... Buffy kwam in al voorbij, want dat was al te laat in de bergen. En ik had om de hoek was al sprenkeling. Ik heb een nieuwe wiel gekregen en dan ben ik maar weer begonnen. Achteraan. Dan win je die geweldige koers voor amateurs. Eigenlijk de Tour de France voor de amateurs. Warschau. Wat denk je dan? Als je zoiets moeilijks, zoiets zwaars tegen al die staatsprofs. Ja, maar daar moet je op dat moment niet aan denken. Je moet gewoon denken aan de wedstrijd en die probeer je te winnen. En je gaat verder niet denken. Hè. Hij komt uit Rusland of hij komt uit Joegoslavië. Daar moet je bang van zijn. Je moet gewoon kijken wat ze kunnen en wat ze niet kunnen. En dan moet je van proberen te winnen. Dus je zit ze in de gaten te houden en dan denk je, nou pak ik hem. Ja, zo werkt het ongeveer. Als je een zwak moment hebt, kun je ze kloppen. Hè? En hebben die mannen dan ook zwakke momenten gehad? Dat denk ik wel, ja, maar dat heeft iedereen. Hè? Maar het gaat erom wanneer, op welk moment heb je dat. Hè? Kijk, als je in een vlakke rit een zwak moment hebt, kan je gewoon bijblijven. Maar heb je het in een berg op, bij wijze van spreken, of op een klim, ja, dan kom je tekort. Ik was 14, 15 jaar en we woonden in Arnhem en ik stond beneden de brug uit Westervoort. En daar kwam de Ronde van Nederland langs. En in de gele trui of in de oranje trui, daar kwam voorop en daar kwam ook Jan Jansen. Ik denk, mijn god, wat gaat die man hard. We waren in de jaren 60, ja. Ik heb een paar keer de Ronde van Nederland gereden. 1 gewonnen, 2. Wij waren vroeger, dachten wij, we spraken wel eens een keer af. Die wil graag deze wedstrijd winnen. En dan deed je je best om een van je maten te laten winnen. Maar als een Pocaccia, hij pikt alles in. Dat zei je wel van Eddie Merckx, het is een kannibaal.
Maar hij is een gradatie erger, vind ik. En die manager kon nog wel eens een keer voor tegen zijn ploegleiders, ploegmaten zeggen, we willen vandaag eens een keer voor jou rijden. Want deze doet dat geloof ik helemaal niet. Ik heb nog wel eens contact met die mannen. André Darrigade. 96 jaar. En 24 april is hij altijd jarig. En dan bel ik hem op. Ah, dat vindt hij... En er zijn nog meer renners die hem bellen. Fransen. En dat is leuk. Dat die contacten zijn... Die zijn... Die vriendschappelijk... Die contacten zijn beter als de huidige renners. Want het ligt er ook... Nu zijn de renners bij de aankomst... Hup in de bus en ze rijden een stuk verder. Bij ons was dat niet zo. Nu doen ze ook een cooling down, noemen ze dat. Eventjes een 10 minuten op de fiets. Wij moesten vanaf de aankomst 30 kilometer naar het hotel fietsen. Dat was onze cooling down. Op korte afstand achter Bagamontes stonden de Fransman Bergot en onze landgenoot Piet Damen met nummer 81 op de pedalen. Aan niets was te merken dat de kleine Brabander voor het eerst van zijn leven in de bergen reed. Want ik kan me niet zo goed voorstellen dat waar jij geboren bent, dat er heel veel bergen zijn. Nee, wij woonden langs het kanaal. Mijn enige berg waar ik op trainde, dat was de Kanaaldijk. Maar hoe kreeg je dan dat berggevoel tussen je oren? Ja, dat weet ik niet. Dat is gewoon denk ik, een gaven of het talent, denk ik. Het is een ademhalingsritme, hè? Ook, ja. Maar ja, dat leer je naar de hand, hè? Wacht even, wij weten nu ook alles van Claudio Chiappucci, hè? Jullie weten alles van Claudio Chiappucci, die met zijn moedertje, toen hij daar in Boksweer was, dat ze mijn bril van mijn kop afliepen. Uw collega's, jullie niet hoor, maar jullie collega's van opdringregen, want iedereen wou daarbij zijn. En inderdaad, daar heb ik ook enkele woorden mee gewisseld. Kijk, als Armstrong gisteren voor me mee had gereden in die wedstrijd, die waren door die Pogacha, was je op 4-5 minuten gereden hoor. Dat weet ik zeker. Ja, zeker weten. Als je het zelf hebt gezien, dan was het onvoorstelbaar dat je in een klim van 10 kilometer, dat je daar 6, 7 minuten naar voren rijdt. Dat is er nooit gezien, nooit gebeurd. Onvoorstelbaar. En ik heb toch mijn eigen voorstellen van dat ik een beetje verstand van wielrennen heb. En ik zie het zeer zeker graag, maar dit zie ik niet graag, nee. Nee. Maar was het bij jou ook al zo, dan reed er een kopgroep en dan ging er eentje weg. En dan ging jij die niet halen omdat ik erbij was. En... Toen fietsen ze meer van zijn eigen, van zichzelf, hè. Want nu wordt het al met die ploegen. Kijk, dan gaat er eentje weg, dan zegt Jan tegen Pieter, die jongens, denk dat die moet je even terug gaan pakken. Dat doen ze nu, hè. Of je gaat via de telefoontje wat ze in de oren hebben, daar naartoe rijden. Het zijn bijna boekhouders geworden, hè? Ja, precies. Dat had je vroeger niet. En je wist wel wie er weg zat, want er stond geen motor. Dat is nu nog, hè, met dat gele bord, daar staan de nummers op. Ze hebben nu een minuut en weet je wel, dat is nu nog. Hè. Er waren handgeschreven oortjes. Ja. Bij de start stond Janssen in het klassement 16 seconden achter op de drager van de gele trui, de Belg van Springel. Een kleine achterstand die hij moest overbruggen om zich winnaar van de Tour te mogen noemen. Maar het was een zaak die natuurlijk ook Herman van Springel aanging, die evenals Janssen eenzaam tegen het horloge reed. Toen Jan Janssen in het stadion van Vincennes aan zijn laatste ronde bezig was, reed Van Springel nog op een paar kilometer daar vandaan. De tijd van Janssen was de snelste die tot dat ogenblik op de chronometers was gekomen. 1 uur, 20 minuten en 9 zeventiende seconden. Met ingehouden adem wachtte iedere Nederlander op wat Van Springel zou gaan doen. Zijn ploegleider hield hem onafgebroken op de hoogte. Maar toen hij over de streep kwam, bleek hij bijna 54 seconden langzamer te zijn geweest dan Jan Janssen, die nu als winnaar werd gehuldigd. En terwijl Van Springel diep teleurgesteld nog over de baan ging, ging een van vreugde huilende Janssen de lucht in. Hij had wielerhistorie geschreven. Enkele minuten later vond Jan Janssen in het gevoel zijn gelukkige vrouw en zijn 3-jarige dochtertje dat het allemaal nauwelijks begreep. We hadden het over emoties. Dan is daar een zondag en dan eindigt de Tour de France nog op het Parc des Princes. Dat stadion. En daar wint ene Jan Janssen. En die klopt daar nog op het laatst Herman van Springel. Hij wordt op de schouders genomen. Hij huilt en hij roept om Cora. Cora, ik heb de Tour gewonnen. Ja. En mijn dochtertje, Theo Komen was toen radioverslaggever.
En die vraagt aan mijn dochtertje, Karin, die is nu 58. Je papa hebt de Tour gewonnen, hoe vind je dat? Toen zegt ze, mooi. Is er nog hoop? Hoop voor bange dagen. Nou, er zal op een gegeven moment wel iemand tegen hem zeggen. Ook als jij een beetje rustig aan, jongen. Want heeft het nou van nut om met 10, 12 minuten of 15 minuten de Tour te winnen? Welke toeschouwer wil dat nog zien, hè? Nee, dan keert het publiek snijdt er vanaf. En hij maakt een hoop tongen los die hem gaan verdachtmaking maken. Krijg je die ook? Ja, dat heb ik dus al, want dat deed die Ulrich ook, hè? En Pantani was hetzelfde. Die reden mee en ineens gaven ze gas. Ja, de rest reed allemaal voor de tweede plaats. Ja. Ja. Hey, we houden hoop, we houden hoop. En mij heb je als toeschouwer geleerd het dialect, de mijl van Marres. De mijl van Marres was ook altijd een geweldig leuk gebeuren, dat klopt. De mijl van Marres, maar ook weer met meneer Van Ganswinkel toen dat tijd. Ook een fijne organisatie en zo. Ja, je had overal. Ik heb de ene wedstrijd heb ik 30 keer gedaan, de andere 5. Ja, noem maar op. Altijd met liefde en plezier, maar altijd gericht naar het publiek. Ik rij in de Tour in 70. Ja, ze rijden 35 per uur. En ik zie Levitan en Codet in de auto staan en naar wijzen zo. Of een soort koopwaar. Koeienwaren. Die. En er zaten mensen in die auto die wilden weten welke renners wie was. Ik rijd er naartoe. Ik zeg, meneer Levitan, u weet, ik werd wereldkampioen. In 64, toen stond mijn vrouw op het podium, zwanger, met een dikke buik. In 1968 stond mijn vrouw weer op het podium, weer met een dikke buik. Dat was voor mijn tweede zoon. En in 70 rijd ik mijn laatste Tour. En ik zeg tegen ik rijd naar die auto. Ik zeg tegen hem, Levitan, monsieur Codet. Ik heb gisteravond gebeld naar mijn vrouw. Ze is weer zwanger. Met andere woorden, ik ga die Tour weer winnen. En toen? Ja, nee, ik werd 24ste. Oh. Dus nee, was klaar. Zou je het over willen doen, als dat kon? Alles? Ja. Jawel, dat zou ik wel willen doen. Maar dan ga je het anders bekijken. Ik bedoel, dan was je wel iets slimmer, hè? Ja, dat moet je maar even uitleggen. Nee, kijk, nou, dan zie je de koers beter, hè? Dan denk je, hé, wat er gebeurt. En toen was ik 23 jaar, ja, dan zie je niks, hè? Dan fiets je alleen maar door. Ja, dan was het vlammen, hè? Ja, precies. Dan had je geluk, zat je bij de eerste keer, had je pech niet. Ik heb nu een etappe gewonnen. Ik ben wel tweede, derde, vierde. Ik heb ze allemaal gehad, behalve de eerste. Als jij nou eens een dag of een paar dagen niet fietst, omdat je verkouden bent of wat dan ook, hoe voel je dan? Nou, dan voel ik, dan heb ik dat gemist. Dan voel je als een gemis. Weet je dat dit een oproep is aan alle ouderen om ons heen, om te blijven bewegen? Dat zou ik wel aanraden, ja. Blijf lopen of fietsen, maar blijf in ieder geval in beweging. Want als je roest, dat weet iedereen. Dus als je niet in beweging blijft, dan wordt het langzamerhand minder, hè.